U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Een wisselend bewolkte dag vandaag met zonneschijn, maar dus ook vriendelijke wolken. Het is droog gebleven en wolken waren niet overal in het land even uh, druk aanwezig. Op sommige plaatsen scheen de zon meer, met name in het zuiden van het land. En er waren ook plaatsen waar we dus wat meer wolken kregen. Nou, die wolken zullen geleidelijk aan gaan oplossen in de avond en nacht, niet helemaal. En dan krijgen we een wisselend bewolkt beeld met vanavond temperaturen van een graad of 13... en in de nacht dalend naar een graad of 7 in het binnenland. In het binnenland neemt de wind langzaam maar zeker ook wel af... Er wordt dan zwak windkracht 2, maar langs de kust blijft de wind duidelijk harder doorstaan en waait het minimaal vrij krachtige windkracht 5. Voor morgen staat ook een stevige wind op het programma, 4 tot 5 boven uiteindelijk uit het noorden tot noordoosten. Vanuit het noorden worden meer wolkenvelden aangevoerd, het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En als we een gebied aan moeten geven waar de zon vaker schijnt, dan zal dat in het zuiden van het land zijn, terwijl we in het noorden dus later langer die wolken hebben. Temperaturen zo tussen de 14 graden op de Wadden en 17 graden in het zuidoosten van het land. Vanaf woensdag gaat de temperatuur omhoog. Woensdag wordt het land inwaarts al 22 graden. Blijft het droog en is het ronduit zonnig, wel een stevige wind erbij. Donderdag neemt de wind wat af, zien we in het zuiden wat meer stapelwolken en misschien al een eerste regen- of onweersbui, lokaal 25 graden. Vrijdag gaan we over de 25 graden heen en is de kans op onweer duidelijk groter. Die kans op dat zomerweer kunnen we ook goed terugvinden in dit grafiekje. Voor vrijdag geldt dat we een zeer grote kans hebben, namelijk 86%, dat we boven de 25 graden uitkomen. En er is zelfs een kans voor midden-Nederland van 20% bijna op 30 graden. In het zuiden van het land is het zelfs nog wat warmer. We zien tegelijkertijd dat de kansen op het zomerweer de dagen daarna duidelijk gaan afnemen. Het wordt licht wisselvallig met normale temperaturen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.